Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Paper Mario video. Piet Piranha is vandaag ziek. Ja, ik denk niet dat je hem ziet. Hij zit echt heel erg teruggetrokken in zijn warppipe. Dus we laten hem even met rust vandaag. En wij gaan ons bezighouden met de regenboogbron. Wat is hier gaande, jongens? Wat is hier aan de hand? Waar is de regenboogbron? Hier op het bord staat, dames en heren. Ja, wat is er? Oké, we krijgen een of andere superdope lichtshow. Wat wordt ons hier gepresenteerd, jongens? Het is tijd voor de Shy Guy Show. Wat? Wat heeft dit met de regenboogbron te maken? Wat is dit nou weer? Welkom bij de show. Je gaat lachen, je gaat huilen, je gaat willen dat je een toeschouwer was in plaats van een deelnemer. Verwelkom samen met mij jullie host voor vandaag de fantastische en getalenteerde quizmaster Shy Guy. Dat ben ik natuurlijk, met zijn mooie strikje. Zo bij de hand, quizmaster Shy Guy is dit. En nu, de deelnemer van vandaag. Hier is Mario! Applaus voor Mario! En Kamek en Olivia zijn er ook bij. Oh my gosh, wat gaat dit nou weer worden? De grote Shy Guy Show. Laten we eens kijken wat onze hooggeëerde deelnemer allemaal kan winnen. De winnaar van vandaag ontvangt een exclusieve uitnodiging voor inderdaad die regenboogbron. Wat zeggen jullie ervan? Klaar om te spelen? Let's do this. Ik ben ready. Maar ik had dit niet verwacht eigenlijk. Oké, Kamek, ik zou je willen verzoeken je naar de speciale toeschouwerszone te begeven. En Kamek die zegt nog, dit kun je Mario. Ik heb vertrouwen in je Mario. Laten we nu eens het bord bekijken. Oké. We hebben 4 categorieën met elk 3 vragen. Dat zorgt voor 12 hersenkrakers in totaal. En we moeten in totaal dus 100 punten zien te halen zo. Ja, kijk, het enige wat je hoeft te doen om die uitnodiging voor de regenboogbron veilig te stellen, is 100 punten scoren. Niveau 1 is 10 punten, niveau 2 is 30 punten en niveau 3 verdien je zelfs 50 puntjes mee. De categorieën worden volledig willekeurig geselecteerd. Oh, ik dacht dat ik mocht kiezen. Potverdorie. Klaar. Voor de start! Oké, wat gaan we doen? We gaan... komen we op niveau 5? We komen op niveau 1. Schurkensprint voor 10 puntjes. Ze testen hierbij mijn gezichtsvermogen en mijn geheugen. Oké, we moeten de uitslag weten te onthouden. Oké, helemaal goed. Ze gaan sprinten. Let's go. Shy Guy lijkt te gaan winnen. Goomba die staat nu voor. Het is Goomba, Shy Guy, Koopa en Ninja. Ninja gaat helemaal fout. Die valt op zijn plaat. Ja hoor. Shy Guy is moe. Het was Koopa, Goomba, Shy Guy, Ninja. Nu moeten we dit op deze manier doen. We moeten de nummer 1 op de nummer 1 plek zetten. Het was Koopa op nummer 1. Helemaal goed. Ja, dit is hem. De ringen zijn ingesteld. Het antwoord staat vast. Maar is dit het juiste antwoord? Eens even zien. Is dit het juiste antwoord? Hebben we dit goed? We hebben dit goed. Denk ik? Ja! Hoppakee, 10 puntjes. Woeps. Oh, mijn zakje zit hier, niet aan die kant. Woeps. In de pocket. Dit hebben we gehaald. De eerste 10 puntjes zijn binnen, jongens. Dit is toch wel lekker. Dit is nice. 10 van de 100, nog 90 te gaan. Oké. Ik hoop maar dat we die van 50 goed doen dan strakjes. Want anders dan gaat het niet goed komen, denk ik. Het volgende onderdeel. Klaar voor de start. Oké, wat gaat dit worden, jongens? Gaan we nu voor de 30? Oh, we gaan zelfs voor de 50. Hussel-puzzel voor 50 punten. De ringcontrole en mijn visueel geheugen worden getest. Juist. Prent de afbeelding goed in je geheugen, want dan gaan we hem zo door elkaar husselen. Oké, links staat de toren en rechts staat een soort van, ja, dingetje, gebouwtje met een rood... Ja. Oh, nee. Moeten we dit helemaal gaan namaken? Moeten we de afbeelding binnen de tijdslimieten zien te herstellen met een beperkt aantal zetten? Met 6 zetten? Oké, we beginnen hier. Ja, we beginnen hier. Deze zat daar, die toren. Dan dit zat zo. Dan zat deze ongeveer zo. Ik denk dat we deze even zo moeten doen. En dat we deze eventjes naar links moeten doen. Dit zit nog niet helemaal goed. Dit gaat niet goed. Wacht even. Dit begint erop te lijken. Dit begint erop te lijken, jongens. En dan moeten we misschien deze nog even zo doen. Dan hebben we alleen hier. Dit zit nog niet goed. Hebben we dit... We hebben hem, hè? We hebben hem! Ja, we hebben hem!
Uiteindelijk was hij goed gekomen. Hij leek me helemaal in de war. Maar nice, nice. We gingen precies op de goede volgorde en dingen doen. Ja, hoppakee. 50 puntjes. Weer in die pocket, jongens. 60 zitten we nu al op van de 100. Lekker dit. We hebben nog 40 punten nodig om te winnen. En we gaan door naar het volgende onderdeel. En wat zal dit worden, jongens? Het zal ongetwijfeld Vinden Ninjas of Spetterpret worden. Het wordt... Nee! Het wordt schurkensprint weer. 50 punten. We moeten weer de volgorde weten te onthouden, denk ik. Oké. Okay. Oh, zo. Zo. Die Koopa die ging aardig van start. Shy Guy gaat weer op zijn plaats. Ja, Sniffit die gaat wel aardig. Goomba gaat ook wel aardig. Shy Guy is weer... Oh, Sniffit speelt vals. Sniffit die schiet die andere twee. Shy Guy die valt alleen maar. Nu begint toch hard te rennen. Yo, Sniffit die speelt echt vals, jongen. Dit is niet normaal. Kijk, nu is die moe. Gaat hij zeker zo weer schieten. Oké, okay, wat wordt de uitslag, jongens? Wat wordt de uitslag? Het is Sniffit, Koopa, Goomba, Shy Guy. Sniffit, Koopa, Goomba, Shy Guy. Het was Sniffit op 1 sowieso. Dan hebben we Koopa stond op 2. Ja, op 2. Goomba, die stond op 3. En helaas, onze Shy Guy, die heeft toch echt verloren. Die stond op 4. Dit is de uitslag. Dit was hoe die was. Ik heb hem goed. Tenzij je Koopa en Goomba hebt omgedraaid. Maar volgens mij was dit goed. Want Sniffit, die speelt alleen maar vals. Ja? Ja? Goed? Het is goed. We hebben 4 belletjes. Volgens mij hebben we hem goed. Volgens mij... Ja hoor. We zijn er al. We hebben het al gehaald. 100 puntjes zijn al binnen, jongens. Easy dit. Lekker. Hoppakee. Weer 50 puntjes. Geen probleem. We staan al op 110 van de 100. We hebben zelfs al meer gehaald. We hebben gewonnen. Yeah! We hebben deze fantastische Shy Guy quiz gehaald, jongens. Dit was fantastisch. Dit was superleuk. Hopelijk mogen we nu dus naar de warmwaterbron. Naar de regenboogbron. Ja, we worden gefeliciteerd. We mogen de prijs in ontvangst nemen. Een bezoek aan de regenboogbron. Maar allereerst hebben ze nog een verrassing voor me in petto. Wat? De afvalronde? Wat? Alleen de allerbeste deelnemers redden het tot de afvalronde. Dus steek die maar in je zak. De afvalronde is de kans om nog een geweldige prijs te winnen. Maar het spel is voorbij als we dit verliezen. Ja, dag. Ja, nee, dat gaan we niet doen, jongens. Ik wil gewoon door naar die regenboogbron, hoor. Ik ga geen afvalronde doen. Nee, we gaan gewoon naar de regenboogbron. We kunnen dit gewoon nog een keer doen als we alle prijzen willen halen. Dus dat is geen probleem. Als je de game wil completen, kan je dit gewoon later nog een keer doen. Maar wij gaan gewoon lekker naar de regenboogbron. Geniet van de herstellende krachten van de bron en blijf er niet langer in dan ik erin zou blijven, zegt hij. Oh. Oh. Het is gewoon een luik. Kamek springt er lekker achteraan. We krijgen nog een laatste applaus van de Shy Guys, want ze vonden het toch wel een geweldige vertoning. Het is tijd voor de Shy Guys Show. Later. Mede mogelijk gemaakt door It's Paradise. Oh, dit was weer grappig, jongens. Ik vind dat ze echt leuke dingen hebben verzonnen hier in deze game. En hier, deze ziet er echt super chill uit, die regenboogbron. Wauw. Ja, lekker dit, man. Maar we moeten Bowser Jr. even zijn kleur laten terugkrijgen. Dus Bowser Jr., wil je even lekker hierin gaan chillen? Blijf er niet te lang onder zitten, want dan ben je straks helemaal... heb je een toge vibrance en zo. Mensen die Photoshop gebruiken, die weten waar ik over praat. Gewoon heel even eronder, kleurtje terugkrijgen en er weer uit. Let's go, Bowser Jr. Dompel jezelf er maar in. Je hoeft niet verlegen te zijn. Let's go. Niet te lang. Niet te lang. Straks heb je weer te veel kleur. Kom maar. Kom maar eruit. Het is gewoon... Wow. Oké. Ja! Heeft alle kleur weer terug. Lekker gedaan, jongen. Je ziet er inderdaad heel goed uit nu, Bowser Jr. Oh, Kamek die moet huilen. Kamek, waarom huil je? Hij is emotioneel omdat Bowser Jr. weer de oude is. Het was niet makkelijk om samen te werken met Mario, moet u weten. Ik verwachtte de hele tijd dat uw vader ergens zou opduiken om tegen me te schreeuwen. Kamek werkt liever samen met Bowser dan met Mario. Bowser Jr. zegt, ik ga die bliksem dude pakken. Die doet me niks, wie gaat er mee? We kunnen nu gaan. Is goed, laten we nu gaan. Let's go. Met z'n vieren. Eigenlijk had ik, ja. Er zat nog iets wat ik daar moest vullen, maar ja. Dat kan vast later ook wel. Wee! Let's go! We gaan hem pakken, jongen. Dit is gewoon Thor. Dit is gewoon de Thunder God. Kamek die zegt, als je me nodig hebt, dan zit ik ergens op een beschut plekje te bibberen. Oké, Kamek heeft geen zin in deze boss battle. Oké. Hij heeft allemaal hulpjes. Allemaal mini-mannetjes. Mini-Thors. Met het hoofd van een Weedle lijkt het wel. Het zijn allemaal Weedle-hoofden dit. Dit zijn de Sumo Bros blijkbaar, oké. Hoe gaan we dit nou weer doen? Yo. Oh. Nee!
Ze stelen al die dingen. Nee. Cheaters. Ze hebben gewoon al onze knoppen gestolen. Oh, en er is Thunder Power hier op die battlefield. Oké. Okay. Nou, het mag duidelijk zijn dat ik hun moet gaan klappen. Dan moet ik eerst die aanknop hebben. Ja, en dan kom ik wel terecht als ik zo ga. Dan moet ik helemaal naar links. Ja, nog een keer verder naar links. Dan gaan we naar beneden. En dan gaan we weer naar links. En dan hebben we nog een keertje links. Dan hebben we de envelop. Dus kunnen we even lezen hoe we dit aan moeten pakken. Er staat versla de gevouwen soldaten die de ontbrekende vlakken vasthouden. Er staat versla de gevouwen soldaten die de ontbrekende vakken vasthouden om ze terug te krijgen. Ja, precies. Dat had ik al door. Dus dan gaan we hier naar beneden. Twee keer. Glitterhamer op zijn bakkes. Dit moet genoeg zijn voor een Weedle, lijkt mij. Hoppakee. 48 HP damage. En we hebben in ieder geval al de aanknop terug. Oké, pas op. Ja, oké. Ze gaan ons allemaal aanvallen. Oh, hier moeten we echt voor uitkijken, want dit is de megabaas. Oké, er staan er nu nog drie beneden. Zou denk ik goed zijn om alvast op de aanknop te lopen. Misschien moeten we gewoon gelijk de origantenkracht al gebruiken. Met double damage erbij. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit, jongens. Dus we lopen hier naartoe. We zetten de aanknop aan. We pakken double damage. En we komen gelijk bij de aardorigant uit. Ik ben benieuwd wat dit gaat uitrichten, jongens. Het zou zomaar kunnen dat we hiermee meerdere vijanden tegelijk verslaan. Dat hoop ik een beetje. Dat we het allemaal een beetje sneller gaan doen. Kijk, hoppakee, aardorigant. Oh, dat... Nee, dat brengt ons hoger. Nou ja, misschien kunnen we hem dan alvast slaan. Kijk, hoppakee. Ze pakken allemaal 100 damage. Dat betekent dat ze allemaal down zijn. Ja. Ja, ja. Lekker dit. Er blijven er nog twee over. Die kunnen mij nu niet raken nu ik zo hoog sta. Ah, dit is top. Dit is super. Dit moeten we nog een keer doen, jongens. Kijk, ze komen nu met z'n drietjes naar beneden. De origantenkracht die wordt weer gepakt. Ja, oké. Oké. Ah, nee. Ik heb de aanknop aangezet. Maar ik dacht dat ik nog een beurt over had. En nu kom ik niet op de goede plek terecht. Kijk maar. Ik kom nu hier terecht. Dit is niet de goede plek. Misschien kan ik nog een voorwerp gebruiken. Misschien als ik een pauwblok gebruik. Zal ik eens een pauwblok gebruiken? Misschien is dat een keer de goede oplossing. Let's go. We gaan een pauwblok gebruiken. Dan raak ik ze hopelijk gewoon alle drie. Ja, alleen niet zo hard. Dus dat is jammer. Auw, 37 HP damage. Oké, hopelijk staan ze nu op een iets betere plek waar ik ze beter kan pakken. Ik laat even wat toads juichen en hopelijk krijg ik dan wat HP terug. Ja, kijk, 30 HP'tjes erbij. Dat kan ik wel gebruiken. Ja, nice. Nu kom ik wel bij de vuurorigant terecht. Althans, bij de knop voor de vuurorigant. Hij gaat een heel eind lopen. Hier naar beneden. Ja, envelopje erbij. Haal het activeervak terug en gebruik een tovercirkel om ze te verslaan. Ja, dat had ik inderdaad ook al door. Hoppakee, nog verder naar rechts. Ja, top. Double damage dingetje pakken. Nog verder naar rechts, naar beneden. Eén vakje naar rechts en dan staan we er inderdaad recht voor. En dan ga ik de gouden hamer maar eens gebruiken. Want ik wil er zeker van zijn dat hij kapot is in ieder geval. Hoppakee, 43 damage en 21 damage op de baas. Dus dat is ook lekker. Hij sloeg lekker hard door, dat is nice. Ja, nu wil ik gewoon bij de vuurorigant terechtkomen natuurlijk. En dat gaat ook gebeuren op deze manier. Ja, dit ziet er goed uit, let's go. Double damage gepakt, hoppakee. En de vuurorigant. De tweede origant die we gaan gebruiken in deze battle. Ik ben benieuwd of die ook echt 100 HP damage gaat doen. Want deze enemies die zijn wel sterk volgens mij. Let's go, Moltres! Pak ze! 200! 200! Het is gewoon al klaar! What? Omdat we natuurlijk ook double damage hadden gepakt, deed hij niet 100, maar 200 damage. En was het gewoon in één keer klaar. Lekker dit. Ondertussen vallen we keihard naar beneden. Worden we gelukkig opgevangen door Bowser Jr. Die ons gewoon gaat helpen. Hij helpt Mario gewoon. Wat aardig. Lekker bezig, Bowser Jr. Holy crap. Dat was super powerful. Kamek die zegt, goed werk, Mario. We zijn eindelijk af van die schokkend irritante vouwsoldaten. En Bowser Jr. zegt, ja, op naar dat groene lint. Nu houdt niemand ons meer tegen. En vergeet niet de vader te redden. We moeten Bowser gewoon redden. Oh, dit was lekker zeg. Dit was een mooi gevechtje. Ik zie daarachter nog een kissie trouwens. Hoe komen we bij dat kissie terecht? Moeten we hier iets slaan of zo? Kunnen we via deze kant? Of moeten we hierop staan? Oh, wacht even. Oh, wat? Dit is een handelaar. Hallo, heb jij handige items voor mij? Deze Sniffit was lekker van het uitzicht aan het genieten. Oh, maar heb je geen items voor mij? Oh, je gaat gewoon gezellig met ons mee naar beneden. Nice. En dan moeten we je waarschijnlijk op gaan zoeken. Ja, jij gaat naar je marktkraampje, hè? Oh, je springt gewoon hier naar beneden. Kan ik dat ook? Ja, ik kan dat ook. Nice. Hallo, handelaar. Hij verkoopt accessoires, het gouden schild. Ja, het gouden hart en een bliepmachine. Die verandert het geluid dat Mario maakt bij het lopen en springen. Nou, ik wil sowieso het gouden schild hebben. Sowieso. Lekker hoor. En ik wil natuurlijk ook het gouden hart hebben.
Hoppakee, ook voor 4.999 muntjes. En dan hebben we net niet genoeg voor de bleepmachine. Dat is jammer. Kijk, hoppakee, het gouden hart en het gouden schild. En dan moeten we inderdaad alleen nog een bleepmachine. En nog dat item van 14.000 muntjes op Skull Island. Die twee hebben we nog niet, maar voor de rest hebben we nu alles. En dan wordt het tijd om Bowser te gaan redden uit dit kasteel. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering, jongens. Ik ben super benieuwd. We lopen nu echt tegen het einde van deze game aan. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario, Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg hem dan op twitch.tv/Rickachu. Oh, dat is aardig van je, man. Dankjewel. Rust maar weer lekker uit, jongen. Zo, ga maar lekker daar zitten. Anyway, dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!